Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben dus Madeline en vandaag heb ik hele aparte snoepjes. Namelijk Japanse snoepjes. Wauw. Nee, serieus, ik kan niet eens lezen wat erop staat. Maar het zijn Pine Chikip Dancers Herb Candy. Dus het zouden een soort van dansers zijn en het lijkt allemaal op een appel en een sinaasappel en een kikker en een aardappel. Dus ik ben heel benieuwd. Wat is het precies en hoe gaat het smaken? Tada. Maak hem verder open. Dit is apart. Het ruikt naar een soort van fruitrop. Het doet me een beetje denken aan die fruit funk of zo dat ik had een paar jaar geleden. Oké, ik kan het gewoon uithalen. Heel leuk dat ze die voorkant zo hebben gemaakt. Maar volgens in het zakje kom je dit tegen. Dit is gewoon letterlijk een rondje met een gat erin. Een soort van donut. Maar we gaan hem wel uitproberen. Verkeerde keelgat. In het begin doet de smaak je letterlijk denken aan die fruitvorm. Normaal als je hem gaat doorbijten, want deze zijn dus best wel makkelijk door te bijten. Het begint inderdaad ineens een combinatie van drop en een keelsnoepje te worden. Hij is op zich lekker, maar ik koop hem niet meer opnieuw. En het kan heel goed zijn dat deze karakters van een van de tv-programma's zijn, terwijl ik het gewoon niet ken. Maar ik vraag me verder, omdat ik dus niet weet wat het is, of wat hij op doet. Maar in de basis keur ik hem wel goed. En als je het ook leuk vond, doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor jullie zijn om beeld te zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!